Want wie wil er een webwinkel bouwen, et cetera. Anyway, ik ga het hebben over het Ideal Stappenplan. Dit is een andere presentatie dan een paar weken geleden bij WordPress Meetup Nijmegen. Deze is iets meer voor eindgebruikers ook. Die bij WordPress Nijmegen, de meetup, dat was echt ook met code, zeg maar. Ga ik nu niet doen, dus maak je geen zorgen. Nou, Ideal denk ik is wel redelijk bekend, maar wat er niet bekend is, is dat de manier waarop je het schrijft behoorlijk fout gaat, heel vaak. Dus het allereerste ding wat ik wil doen is laten zien hoe je Ideal dus goed schrijft, want er is bijna niemand die erom geeft, behalve ik. En jullie zitten hier toch al, dus jullie hebben gewoon een beetje pech. Dat is namelijk hartstikke fout. Dit is ook fout. Dit is ook fout. Dit is ook fout. Ideaal is ook fout. En de ergste versie, of de ergste variant waarin ik zag dat het fout ging, was een artikel van nu.nl. Slechts 200 woorden, daarin hadden ze drie verschillende spellingen voor Ideal. 200 woorden. En ik dacht dat iedereen die bij nu.nl werkte wel minimaal de hogeschool van de journalistiek had gedaan, maar dat is volgens mij dus niet zo. Niet dat mijn spellingskills goed zijn, maar ik schrijf dan ook niet voor nu.nl. Dit is hem. Kleine letter I en dan hoofdletters D-E-A-L. Nou, hopelijk zijn er in ieder geval een klein groepje Nederlanders die het nu niet meer fout doet. Wie ben ik? David de Boer. Ik verkoop software for a living. Dat doe ik al eigenlijk een hele tijd. En dat is WordPress plugins, Joomla extensies, dat soort software dus. En ik ben nu bezig met Paytm. Dat is mijn WordPress tokootje, zeg maar. Dat is mijn zakelijke Twitter-handle, Paytm. En dat is mijn persoonlijke Twitter-handle. Dus als je het leuk vindt, of heel slecht, maar eigenlijk alleen als je het leuk vindt, dan kan je tweeten tijdens de presentatie. Zo heet ik dan. Paytm, dat is een unieke Ideal plugin waarmee ik bezig ben. En misschien vertel ik er straks wat over als mensen erin geïnteresseerd zijn. En ik werk met Ideal sinds 2008. Dus ik heb heel wat webwinkels gezien en ik heb heel wat Ideal integraties gezien. Van daaruit wil ik jullie dus gaan uitleggen hoe je de Ideal gaat integreren in je eigen webwinkel of in je eigen website. Op een zo gestructureerd mogelijke manier binnen de beperkingen die we hebben, omdat Ideal gewoon niet een perfect systeem is. We moeten rekening houden met banken en allerlei andere providers. En daarbinnen gaan we proberen het zo makkelijk mogelijk te maken. Nou, dat waren dus die twee vragen. Die ga ik nu negeren of overslaan. Nee. Ik heb een beetje een behoefte om te weten wat jullie ongeveer doen. Dus wie heeft er een webwinkel? Het zijn er ook al een aantal. Wat voor webwinkel? Fysiek, digitaal? Qua producten, roep maar. Gewoon digitale. Digitaal, fysiek, één keer gehoord. Diensten, ja, precies. Want en dat is één ding waar ik voorop kan stellen in ieder geval. Is dat als je iets verkoopt online, is het eigenlijk al snel e-commerce of een webwinkel. Ook als het een formuliertje is met een Ideal knop aan het einde. Noem dat ook maar gewoon een webwinkel. Want dat is ook e-commerce. Dat is ook digitaal of iets elektronisch verkopen online. Dus dat waren mensen met een webwinkel. Wie bouwt er websites voor andere mensen? En iedereen. Wie bouwt er zakelijk websites voor andere mensen? Niet zo van, nou, ik ben de spreekwoordelijke neef op de zolder, maar ik bouw daadwerkelijk. Oh, de meeste ook. Oké, die bouwen dus websites voor andere mensen. Wie heeft er webwinkels gebouwd voor andere mensen? Oké, ook aardig wat mensen. Oké, nice. Allereerst dus een kleine intro in Ideal. Als je het nog niet wist, waarom is het eigenlijk relevant? Waarom is er een heel praatje op? Er zijn, 20 praatjes vandaag en één van die 20 praatjes, 15 tot 20 praatjes, gaat over Ideal. Waarom? Nou, er zijn een aantal redenen voor. Allereerst in Nederland, 54% van alle online betalingen in Nederland worden afgerekend met Ideal. En dan denk je in eerste instantie van, 54%, ja, wat staat er tegenover? Want 54% is net iets meer dan de helft. Nou ja, deze cirkeldiagram zie je dat die 54% heel waardevol is. Want de rest is extreem versplinterd. Dus met het accepteren van alleen al Ideal in een webwinkel heb je relatief eenvoudig een heel groot gedeelte van de behoefte van mensen om af te rekenen opgelost. En daarna wordt het echt heel versplinterd, moeilijk, duur. Want stel je wilt PayPal gaan accepteren. Nou, PayPal is dan toevallig heel eenvoudig. Je wil andere methodes gaan accepteren in je webwinkel. Dan, ja, je hebt het op een bepaald moment heb je het over minder dan 10%. Dus iedere stap kost weer energie en tijd. Maar er zijn steeds minder mensen die behoefte hebben aan die betaalmethode. Ideal is gewoon heel groot en heel belangrijk voor Nederlandse webwinkels. In 2014 zijn 180 miljoen transacties met Ideal geweest. Ideal is de nummer 5 op de lijst van onmisbare merken. Heeft iemand een idee wie op nummer 1 staat? Wie? Niet zo snel, dit moest ook alweer 2 minuten duren. Nee, geen probleem. De HEMA inderdaad staat op nummer 1. Dus Ideal, had je dat verwacht? Dat Ideal zo'n sterk merk is dat hij in de top 5 staat samen met de HEMA?
Sommige mensen zie ik ja knikken en nee knikken. Ik had het, ja goed, ik had het ergens wel verwacht. Ik heb het er altijd ook wel door. Maar over het algemeen denk je dat niet. De HEMA, weet je, echt een consumentenproduct. En Ideal, wel wat meer een bankproduct in de top 5. Dat vind ik best knap. Het zegt ook wel wat over de positie van Ideal in onze gedachten als Nederlanders. Oké, dat is de introductie over Ideal. Dan gaan we nu beginnen. Ik wil jullie gaan laten zien, wat heb je eigenlijk nodig als je Ideal gaat integreren, wil gaan integreren in een WordPress website. Dat is dus die slide. Je hebt 3 dingen nodig. En een e-commerce software, welke vorm dan ook, een uitgebreide webwinkel of misschien een specifieke plugin die kaartjes mogelijk maakt om kaartjes te verkopen voor een evenement. Een Ideal account, daar ga ik straks ook meer over vertellen. En de Ideal implementatie zelf. En nou is het jammere dat dit er best wel overzichtelijk uitziet. Hè? 1, 2, 3, ik ben klaar. Maar eigenlijk is dit de situatie. Er is een enorme overlap. Het een is afhankelijk van het ander. Dus je kan wel kiezen voor A, maar dan moet je misschien je keuze straks aanpassen, omdat B blijkt niet met A overeen te kunnen komen. Dat probeer ik in de presentatie een beetje duidelijker te maken. Die overlap, dat is gewoon de situatie zoals die er is. Maar ik ga wel ervoor zorgen dat je die overlap beter begrijpt, dat je iets meer een overzichtspositie krijgt. Allereerst dan e-commerce software. Daar kan ik een hele aparte presentatie over houden. Dus ik geef alleen een aantal hints en richtingen waar je rekening mee kan houden. Maar zoals je weet zijn er een heleboel. Ik heb er hier slechts 4 genoemd. De meest bekende, voor zover ik voel, in de markt. Ik heb daar geen cijfers voor. Oké, ik heb daar wel cijfers voor, maar die ga ik niet met jullie delen. WooCommerce, nou volgens mij hebben zij nu een stroomversnelling waar ze nu in zitten de afgelopen 6 maanden. Want op een bepaald moment was het hoge woord eruit dat ze zelfs groter waren dan Magento. Nou, sindsdien knalt het alle kanten op. Het gaat nu zo hard met WooCommerce. Het grootste e-commerce systeem in gebruik op dit moment wereldwijd. Ja, als mensen dat eenmaal doorhebben, dan komt er op frankwatching.nl komt er een artikel WooCommerce versus Magento. En daar reageren 60 mensen op of zoiets. En wordt honderden keren geretweet. Ja, iedereen weet het nu ineens. Dus poep, de knop is om. En nog veel meer mensen besluiten dan, nou, dan ga ik echt geen Magento meer bekijken. Dan ga ik naar WooCommerce. Hartstikke groot en helemaal niet raar, want het is ook een heel erg solide product. Easy Digital Downloads voor het verkopen van digitale producten. Dat kan ook met WooCommerce, maar ze hebben wat specifiekere functionaliteiten. Gravity Forms, waarmee je formulieren kan bouwen en ook Ideal aan kan koppelen, waardoor dus een e-commerce plugin eigenlijk wordt. En WP e-commerce, een andere, dat lijkt eigenlijk nog het meeste op WooCommerce, een traditionele webwinkel. Maar zo zijn het er veel meer qua e-commerce software. En eigenlijk is het de bedoeling dat jij voor jezelf gaat nadenken, wat wil ik gaan verkopen? En dat je niet direct naar een webwinkel toe gaat. Dat is een veel voorkomende fout, dat iemand denkt, nou, ik ga wat verkopen, ik installeer wel een webwinkelsysteem. Maar er zijn dus specifieke plugins die veel beter aansluiten bij hetgeen jij wil gaan doen dan een traditionele webwinkel. Bijvoorbeeld, als je een kaartje zou willen verkopen voor een evenement, wil je dan pdf'jes hebben met barcodes erin? Wil je dat ze automatisch een systeem erbij hebben, zodat je op een tablet de kaartjes ook kan controleren of ze kloppen? Dat soort zaken, dat soort specifieke zaken, dat kan het waard maken om niet direct voor een WooCommerce te gaan. Hoewel zij ook uitbreidingen hebben die kant op. Maar te gaan kijken, is er een specifieke plugin die beter past bij wat ik wil gaan doen? Een van de belangrijkste tips vind ik eigenlijk altijd is probeer de software uit. Ik hoor veel te veel, ik spreek dus ook over algemene e-commerce. En dan hoor ik veel te veel dat mensen heel lang bezig zijn met wat ga ik gebruiken zonder het te installeren. Dan zijn ze 6 maanden bezig, doe ik Magento, doe ik WooCommerce, doe ik dit, doe ik dat. Installeer het allemaal en maak gewoon je eerste 10 producten aan. Ja, dat kost ook tijd, maar 6 maanden nadenken over wat je gaat gebruiken kost misschien wel meer tijd. Installeer het daadwerkelijk en probeer het super uitgebreid uit. Heb je een of ander raar idee over hoe verzendkosten moeten werken? Ga het uitproberen. Kan dat überhaupt met die software? Want ik hoor het te vaak dat mensen dan 6 maanden aan nadenken zijn. Dan kiezen ze iets en 6 maanden later moeten ze overstappen naar iets anders omdat ze erachter komen dat het toch niet past. Dus probeer je e-commerce software sowieso helemaal uit. Helemaal uitproberen, van top tot teen. Als je e-commerce software gaat selecteren, dan moet je er rekening mee houden dat de meeste niet-Nederlandse ontwikkelaars niet geïnteresseerd zijn in Ideal. Dat is vooral voor iemand die veel met Ideal werkt heel erg hard om achter te komen soms. Maar als ze PayPal accepteren en creditcards, Stripe, dan boeit Ideal ze verder helemaal niet. En dan kunnen wij wel zeggen, ja, we hebben zoveel miljard, we zijn een van de top 10 e-commerce landen, heel veel Nederlanders kopen dingen online en dat steeds meer. Ik zeg, ja, maar goed, de US is veel groter, de UK is veel groter, Duitsland is veel groter, Frankrijk is veel groter. Ik ben niet geïnteresseerd in Ideal. Dus bij het selecteren van
van een e-commerce systeem moet je dus al rekening mee gaan houden. Kan ik überhaupt Ideal hierin integreren? Hebben ze daar zelf een integratie voor gebouwd? Ik kom straks terug op de integraties. En als ze dat niet hebben gedaan, is er iemand anders die die Ideal integratie in dat systeem heeft gebouwd. Dus probeer het uit en kijk of er überhaupt iets met Ideal gedaan kan worden. Want anders is die e-commerce software al niet van toepassing voor jou. Als er geen Ideal zit en je wil iets gaan verkopen aan Nederlanders, dan heeft het geen zin. Zonder Ideal kan je niet beginnen in Nederland. Dus is er een Ideal plugin? Een die simpele vraag. Ik zeg het nog een keer voor de duidelijkheid. Probeer alsjeblieft, dit keer in het rood, voor het geval je stresshormonen nog niet voldoende aan het maken. Probeer die software uit. Dan gaan we kijken naar het Ideal account. Zoals ik al zei, ik hou de e-commerce software hou ik vrij kort, want daar kan ik een hele andere presentatie over geven. Maar het Ideal account, dat is vooral waar ik op wil focussen. Een Ideal account, dat is geen officiële term. Ik vond het dan maar de goede, want de een noemt het een abonnement, de andere zegt een account, de andere zegt een contract. Ik heb het maar Ideal account genoemd. Als iedereen het consequent gaat doen, dan krijgen de banken uiteindelijk ook zover dat ze het aanpassen op hun website. Dan gaat iedereen het zo noemen, dus jullie zijn mijn hulpjes daarin. Een Ideal account is een technische koppeling of een contract voor een technische koppeling met internetbankieren. Ik probeer het zo simpel mogelijk te zeggen. Je hebt dus, om Ideal betalingen te accepteren, moet jij ergens een Ideal account of een Ideal abonnement afnemen. Dat kan niet zomaar uit het niets vanzelf werken. Je moet ergens naartoe gaan en zeggen, ik wil Ideal betalingen accepteren. Meestal krijg je daar ook andere diensten bij, niet altijd. Facturatie zit er soms in. Dus naast Ideal betalingen hebben ze facturatie of refunds of statistieken. Soms wil zo'n dienstverlener meer aanbieden dan alleen maar de Ideal betaling zelf. Dus daar kan je dan ook naar kijken of je dat interessant vindt. Dus dan zou je denken, ik heb een Ideal account nodig, een Ideal koppeling. Dat is vast gewoon één koppeling, dan ben ik klaar. En als ik dan wil veranderen later, dat is allemaal ook geen probleem. Nou, helaas is dat niet zo. Dit is juist wat het hele Ideal verhaal een beetje ingewikkelder maakt voor de leek. Er zijn heel wat Ideal abonnementen, die heten allemaal anders. En die werken allemaal anders. En voor zo'n klein landje als Nederland hebben we het behoorlijk leuk en interessant gemaakt. In de zin van dat het alle kanten opschiet. Je had namelijk eerst de drie banken die met Ideal zijn begonnen. Eigenlijk ING en Rabobank. En daarna had je ABN AMRO, die is er vrij snel bijgekomen. Die zeiden, we beginnen met een Ideal abonnement. Dan kunnen we webwinkels, 2005 was dat. Kunnen webwinkels dan Ideal betalingen accepteren. Dat noemen we dan Ideal Basic, Ideal Basic en Ideal Basic. Dat is een bepaalde koppeling. Die ziet er zo uit. Maken we een documentje, leggen we uit hoe dat moet. En dan kan een programmeur daarmee aan de slag. Maar we willen upsellen. We willen niet alleen maar dat mensen voor die 15 euro bijvoorbeeld Ideal Basic afnemen. We willen ook dat ze voor meer geld iets anders afnemen. Dus we zetten ernaast Ideal Advanced. Heeft ook wat technische verschillen. Namelijk dat bij Ideal Basic krijg je geen automatische terugkoppeling naar je webwinkel toe. Dat was in 2005 kon je ermee wegkomen, maar het is 2015 nu. Alles is real-time. Dat banken überhaupt nog iets aanbieden waarbij je niet automatisch een status-update krijgt in je webwinkel is natuurlijk een beetje vreemd. Dus Ideal Basic valt eigenlijk al direct af, maar ze bieden het nog wel aan, wat het juist complexer maakt. En dan dachten ze, nou, dan hebben we dus twee verschillende varianten, want voor die vragen we dan minder geld. En als mensen eigenlijk een functie willen die vereist is, namelijk het automatisch updaten van de status, dan vragen we hebben een duurdere variant. Maar dit is niet voldoende verwarrend. We willen natuurlijk dat mensen dingen kopen en niet helemaal overzicht hebben. Dus, weet je, woekerpolissen en zo. Dus dat gaan we met Ideal ook doen. Dus we zetten er nog één bij. Nou, ABN AMRO is een heel ander verhaal, kom ik straks op terug. Maar wij noemen onze Basic Ideal Lite. Want dat mag, dat kan we zijn banken, doen we gewoon. En we noemen ons Advanced Professional, zei de Rabobank. Toen dacht ABN AMRO, nou, dat kan ik ook, weet je wat. Ik bouw mijn systeem op een heel ander systeem. Dat lijkt helemaal niet op Advanced of Basic van de andere banken. Dat is gebaseerd op Ogone. Dus wij noemen het Ideal Easy. Ideal Zelfbouw en Ideal Kassa. Dus dan kan je ook steeds moeilijker vergelijken. Want je kan niet zeggen, waar zit jij? Ja, ik zit bij Ideal Advanced van de Rabobank. Nee, wacht, dat kan niet. Die hebben dat niet. Dus het wordt steeds complexer. En dan dacht ING, dus als enigste hebben ze die vaste namen aangehouden, dus Ideal Basic en Advanced. De Rabobank besluit op een bepaald moment, nou Ideal Lite, dat gaat niet meer, we willen een ander product. Dus daar hebben ze Rabo Omnicassa van gemaakt, weer een hele andere naam, hartstikke leuk. En Ideal Professional. En dan heb je dus alle kleuren, geven ook nog aan als de koppeling dus weer technisch anders werkt. Dus wat je dan krijgt is gewoon het had één systeem kunnen zijn. Met één manier van integreren, één codebase, één duidelijke handleiding. Maar het zijn allemaal kleine individuele systemen geworden met allemaal hun eigen eigenaardigheden. En dat is eigenlijk een van de dingen die het selecteren van een Ideal abonnement
iets complexer maakt, omdat je daar rekening mee moet houden. Je kan niet één op één dingen met elkaar vergelijken. Dus dat is gewoon kortom, dat is hoofdpijn. Daarnaast maken we het nog een stukje complexer. Dat was het bankenverhaal. Maar naast banken heb je ook nog eens PSP's, Payment Service Providers. Dat zijn eigenlijk banken die geen banken zijn, maar die verder aan compleet dezelfde eisen moeten voldoen als een bank. In het verleden was het nog zo dat mensen dachten, ja, een PSP, dat kan niet, want banken zijn veiliger. Maar ondertussen, ze hebben precies dezelfde eisen voor PSP's als voor banken. Ze worden gecontroleerd door de Nederlandse bank en door Currens. Dus je kan gaan voor een bank of voor een payment service provider. Het maakt helemaal niks uit qua risico of onzekerheid. PSP's zijn dus 100% veilig. En nou ja, als ik zou kunnen kiezen tussen een bank of een of payment provider, ja, ik kies liever niet voor een bank. Dus waar kies je uit? Eigenlijk kan je alleen kiezen uit je eigen bank versus alle PSP's. Want je moet een zakelijke rekening hebben bij je eigen bank om daar überhaupt Ideal af te kunnen nemen. Ik zou dan persoonlijk zeggen van nou, kijk naar de verschillende PSP's. Hier staat een aardig uitgebreid lijstje. De banken kan je waarschijnlijk uit je hoofd opdreunen. Maar hier staat een aardig lijstje met verschillende PSP's die er zijn. Dus het is je eigen bank en deze verschillende PSP's waar je dan naar moet gaan kijken. De kosten lopen sterk uiteen en dat is een van de kernzaken waarop je een Ideal account kan selecteren. Dus denk gewoon nou, 100 of 200 of 5000 transacties in het eerste jaar. En dan ga je gewoon kijken, wat zijn de transactiekosten, wat zijn de opstartkosten en maak die hele berekening. En afhankelijk van die berekening heb je best een overzichtelijk plaatje van wat financieel aantrekkelijk is voor jou. De banken en de PSP's helpen daar niet in mee. Die hebben allemaal compleet uiteenlopende kostenstructuren. Dus je zou gewoon echt moeten gaan rekenen om achter te komen wat financieel het meest aantrekkelijk is. Hou er ook rekening mee dat je misschien naast ID ook andere betaalmethodes wil accepteren. Banken hebben dit over het algemeen niet. Rabobank doet wel met Rabo-Omnicassa en ja, de andere banken hebben ook wel methodes en abonnementen waarbij het kan. Maar PSP's over het algemeen, die hebben gewoon een heel duidelijke kostenstructuur en een heel duidelijk aanbod van hey, we hebben naast ID ook deze betaalmethodes. Als je in België of Duitsland of zoiets ook wil gaan verkopen. Een belangrijk ding waar je niet aan onderuit komt, is ga er ook niet naar zoeken. Want ik kom zo vaak forum topics tegen en klachten en dingen. Vooral op die site van de Kamer van Koophandel, hallo.kvk.nl. Ja, hoe kan ik Ideal doen zonder Kamer van Koophandel uitreksel of zonder zakelijke rekening? Nou, zoek er niet naar, dat kan gewoon niet, mag niet. Soms kom je ermee weg als een PSP niet helemaal goed zijn zaak op orde heeft. Je hebt een Kamer van Koophandel uitreksel nodig, kost natuurlijk niks om je aan te melden. Behalve dat je administratie moet gaan bijhouden. En je hebt een zakelijke rekening nodig. Je kan niet Ideal betalingen naar een particuliere rekening laten overboeken. Dan de Ideal implementatie. Je hebt een aantal opties als je gaat zoeken naar een implementatie. Je hebt dus je e-commerce software al. Dat was het eerste bolletje. Het tweede bolletje was het Ideal account. En die twee moet je aan elkaar gaan koppelen. Je e-commerce software en je Ideal account. Dat daartussenin, dat is de Ideal implementatie. Dat kan in ons geval, is dat een WordPress plugin over het algemeen. Je kan het ook zelf gaan programmeren. Je kunt kiezen uit verschillende WordPress plugins. Daar komt het op neer. Je hebt gratis plugins van de PSP zelf. Die zijn niet altijd van de allerbeste kwaliteit. De PSP's die weten niet altijd hoe WordPress in elkaar zit, dus die programmeren dan maar wat. Maar ze zijn er wel. Je hebt plugins van een random citizen. Dat noem ik iemand die maar gewoon wat heeft gebouwd en online heeft gezet. En je hebt de betaalde plugins van een specialist. Ik ben met een aantal plugins bezig. Pronamic is ook in die zin een specialist. En een specialist noem ik ons dan, omdat we zowel Ideal kennen als WordPress bijvoorbeeld, of de e-commerce software. En dat heb je niet in alle gevallen. Bijvoorbeeld zo'n PSP die kent zijn eigen onderdeel, maar die kent dan weer niet het WordPress onderdeel. Of natuurlijk zelf bouwen. En als je dus gaat zoeken naar zo'n integratie, naar zo'n plugin, dan kan je kijken op de website van de PSP. Dat is een van de eerste tips die ik zou geven. Kijken of ze überhaupt een plugin hebben. En je kan kijken op de WordPress repo, de repository, op wordpress.org. Daar staan er ook al een aantal. En je kunt natuurlijk gewoon googlen, Ideal integratie voor WooCommerce bijvoorbeeld. Zo'n plugin moet je dus gewoon gaan zoeken en gaan vinden en uitproberen of die voor jou goed werkt. Kennen jullie deze film? Het is een leuke animatiefilm en dan zegt hij is een superhero en dan zegt iemand I love you superhero en dan zegt iemand anders thank you random citizen, want hij heeft natuurlijk geen idee wie in het publiek dat geroepen heeft. Mijn tip even is dan om voorzichtig te zijn met plugins van random citizens. Iemand die ooit een integratie heeft gebouwd, hem ergens online zet en je dan nooit meer wat van ziet. Over het algemeen worden ze dus niet onderhouden als er geen bedrijfje omheen zit. En het kan zo zijn dat als je na 6 maanden je WooCommerce website update, dat die plugin het niet meer doet en dat die man met de man of vrouw met de Noorderzon vertrokken is. Dus ik ben zelf voorzichtig met random citizen plugins. En persoonlijk zou ik zeggen,
zelfs de meest dure integratie kost maar een paar tientjes. Zet het zelf bouwen of zelf integreren van Ideal door te programmeren, zet dat gewoon uit je hoofd. Het is voor die paar tientjes is het gewoon niet waard om dat te gaan lopen programmeren. Eén tegenslag en je bent duurder uit. Hoe ziet de Ideal integratie eruit? Praktisch. Er zijn twee elementen dus die in WordPress zitten. Je hebt de e-commerce software, zoals ik het net al heb verteld. En je hebt de Ideal implementatie, dat zit in WordPress zelf. De Ideal implementatie is dus een plugin. En de e-commerce software is ook een plugin. Dan heb je het Ideal account. En de Ideal implementatie zorgt dus voor de communicatie tussen de e-commerce software en het Ideal account. En het Ideal account is vaak bij de banken of bij de PSP's in de buurt. Daar heb je niet zoveel invloed op. Je stuurt gewoon de betaling door naar de bank. Dat zie je ook aan dat pijltje. En dan stal de bank of het Ideal-account, die stuurt dan uiteindelijk weer de status terug naar de Ideal-implementatie of naar de e-commerce software. Dus dit is een beetje het diagram van hoe het proces ongeveer in elkaar zit. En de eerste twee daar heb je invloed op en die derde eigenlijk ook, omdat je zelf selecteert welk Ideal-account je wil gaan gebruiken. Gewoon heel erg praktisch, zie dat er bij WooCommerce zo uit. Je integreert die plugin die je hebt gevonden. En er komt gewoon een extra optie bij. Hier staat dan geen Ideal. Bedenk ik me nu pas dat het handig was geweest. Maar er komt gewoon in WooCommerce komt er een extra knopje Ideal. En dan kan je Ideal integratie gaan configureren. Hartstikke praktisch. Je moet alleen weten dat het dus twee aparte plugins zijn. De e-commerce software en de Ideal plugin. Als laatste mijn tip. Ga ik heel snel over zijn. Doe jezelf een plezier. Over het algemeen vind ik na jaren met Ideal werken dat Molly een erg goed product heeft neergezet. Molly is een PSP, een van de eerste. En ze hebben supersnelle activatie waar je met banken 2 tot 3 weken heen en weer aan het communiceren bent. Kan je met Molly in 15 minuten klaar zijn. En als het niet 15 minuten is, bel je ze op. Dan is het 16 minuten. Je kan ze überhaupt bellen en krijgt dan een mens aan de lijn en niet een eindeloze wachtrij. Wilt u een hypotheek? Nee, ik wil weten hoe het met mijn Ideal abonnement staat. Een super stabiele Ideal koppeling en ze hebben naast die koppeling van hun is met 2 acquiring banken. Dat hebben niet heel erg veel aanbieders in Nederland. Over het algemeen is het zo dat als bijvoorbeeld ABN eruit ligt en als een bank of als een PSP dus via ABN hun betalingen verwerkt, ligt jouw hele Ideal eruit voor de webwinkel. Maar Molly doet het via 2 banken en de kans dat er 2 banken tegelijk uit liggen bestaat, het is natuurlijk Nederland, het zijn Nederlandse banken, maar de kans is wel een stukje kleiner dan als je alleen maar op 1 bank aangesloten zit. Dus ik vind dat er een aantal goede redenen zijn om naar de PSP Molly te kijken ten opzichte van banken of andere PSP's. Het is gewoon mijn tip en kijk wat je ermee doet. Er zijn nog een aantal voordelen, die zie je waarschijnlijk op mijn website ook wel staan. Ik vind het zelf fijn om onafhankelijk te zijn van je bank. Heb je bonje of is er iets met het krediet wat ze opeens willen opzeggen of zo, dan heb je nog steeds je Ideal betalingen die binnenkomen, maar je kan gewoon verkassen naar een andere bank met een andere rekening. Samenvattend, er is allerlei overlap. Dus het kan zijn dat je A kiest, daarna B gaat uitzoeken en erachter komt dat je A weer moet gaan aanpassen. Maar probeer gewoon die stappen 1 voor 1 te doen en hou er rekening mee dat je misschien terug moet gaan in het cirkeltje en dan je e-commerce software moet aanpassen of je Ideal account moet aanpassen. Dat is het. Dus ik hoop dat er een beetje meer overzicht is ontstaan wat betreft de Ideal implementatie. Als je vragen hebt, als je vragen hebt, kan je me altijd een mail sturen. Daar hoef ik niks voor. Dat vind ik hartstikke leuk om te doen. Als je een conceptmatig, hoe ga ik dit doen met e-commerce? Stuur gerust een mailtje. Ik heb hier straks kaartjes liggen als je een kaartje wil meenemen. Dus iets met mijn e-mailadres erop. Ik ben bezig met iets leuks voor Ideal in WordPress. Waarbij je dus geen e-commerce software meer nodig gaat hebben binnen WordPress. En alles via dus een Ideal plugin doet, die ook gratis is overigens. Dus als je dat leuk vindt, kan je ook hier op mijn website kijken. Dat is het eigenlijk. Dus als er vragen zijn, dan hoor ik het graag. Dames en heren, dames en heren, voor. Ik heb er even over gevraagd. Iemand? Ja, ik mis in de presentatie de beveiliging van je website. Ja, want daar ben je dat je gehackt wordt, dan heb je natuurlijk denk ik ook problemen met je Ideal, of niet? Vraag verhalen, kort antwoord. Kort antwoord op beveiliging van je website. wel een leuke vraag. Ik herhaal hem allereerst. Ik mis een stukje in de presentatie over beveiliging van je website. Want als je gehackt wordt, heb je ook problemen met Ideal. Dat klopt, maar als je gehackt wordt, heb je wel meer problemen. Ideal is zo opgebouwd, eigenlijk vergelijkbaar met PayPal en Stripe. Ook dat er heel weinig veiligheidswise op je website gebeurt. Daarom dat je ook voor Ideal betalingen geen PCI compliance nodig hebt. Bij creditcards hebben ze hele strenge eisen over de veiligheid van je eigen website.
En dat hoeft bij Ideal niet, omdat je eigenlijk basisinformatie doorstuurt naar Ideal. En de daadwerkelijke persoonsgegevens en bankgegevens, die worden pas op de Ideal servers verwerkt. Dus het hele internetbankieren aspect gebeurt helemaal niet op jouw website. Dat zorgt er dus voor dat het over het algemeen Ideal accepteren minder gedoe veroorzaakt dan alleen maar dan creditcards. En ik kan eraan toevoegen, SSL bijvoorbeeld, dus dat je website over HTTPS draait. Dat begint gewoon een standaard te worden, los van Ideal. Dat begint gewoon een goede default te doen dat je je website over HTTPS laat draaien. Dus het is niet direct relevant voor Ideal, omdat het meer een algemene standaard begint te worden. Als je ze straks meer over wil vragen, be my guest. Maar om heel diep op security in te gaan is niet echt nu de plek. Genoeg voor nu? Ben jij hier tot het einde? Ja. Ik ben hier tot het einde en morgen. Perfect, helemaal goed. Nog één keer applaus. Dankjewel. Complete presentatie van de case.